Oefeningen over buffers starten altijd aan de hand van de bufferformule. Bufferformule, betrekkelijk eenvoudig, want het is iets wat we al kennen. Voor elke oefening over pH van buffers gaan we die nodig hebben. Een buffer bestaat dus uit een zwak zuur en een zwakke base. En dat zwakke zuur zal zeker een zuurconstante hebben. De zwakke base zou een baseconstante hebben. Wij vertrekken van de bufferformule voor KZ. Dat is ook de meest eenvoudige, want daar vinden we H3O plus in terug, de hydroniums. Zij hebben een rechtstreekse link met de zuurtegraad pH, want pH is min de logaritme van deze hydroniums. En KZ, dat hoort altijd bij een zuur dat reageert met water, hoe goed dat zuur dat doet, base en hydronium en hoeveelheid zuur. Nu, je merkt dat er bij base en zuur geen e'tjes staan, maar nulletjes. Dat is omdat bij evenwicht er evenveel zuurtjes aanwezig zullen zijn als dat je er in het begin hebt ingegooid. En voor de base is dat ook zo. Dat is louter ter indicatie. Wat staat er dus in deze bufferformule? Veronderstel dat we het over ammonium en ammoniak hebben als buffer. Ammonium is een zuur. De hoeveelheid van dat zuur in de buffer. Zijn concentratie, dat komt daar terecht. De zuurconstante van dat zuur, dat vinden we in de tabel terug. En de andere stof is dan ammoniak. Ammoniak heeft een hoeveelheid of een concentratie aan base. Dat vullen we daarin. En de hoeveelheid H3O+ is dus gelinkt aan de zuurtegraad. Veel zal duidelijk worden als we eens één of twee oefeningen gemaakt hebben. Buffergebied is een term die daar ook bij past. Buffergebied betekent in welk gebied werkt die buffer nu goed? In welke pH-zone gebeurt dat? Is dat eerder rond pH 10 of pH 7 of pH 3? Daarover gaat buffergebied. Nu, je moet een beetje in rekening brengen dat je hoeveelheid zuur en base altijd een beetje in dezelfde buurt zijn. Je zal niet 100 miljoen keer meer base voorzien dan zuur. Als je dan 1 milliliter zuur gebruikt, dan heb je al 100 miljoen milliliter base nodig. 100 miljoen milliliter, dat is al 100.000 liter water, dat is al 100 kubieke meter. Dat is niet te doen. Dus we zorgen ervoor dat de hoeveelheid zuur en base altijd een beetje in elkaars buurt liggen. Als die nu precies gelijk zouden zijn aan elkaar, de hoeveelheid base en de hoeveelheid zuur, dan kan je die vereenvoudigen. En dan is jouw H3O plus waarde, de hydroniumgehaltes, is dan gelijk aan je zuurconstante. Is KZ dus 10 tot de min vijfde, dan werkt die buffer zeer goed bij een H3O plus, ook ongeveer 10 tot de min vijfde, of pH 5. Is KZ eerder 10 tot de min elfde, dan werkt dat zeer goed bij een pH in de buurt van 11. En zo heeft elke buffer zijn eigen KZ, zijn eigen zuurconstante, en werkt die dus altijd goed bij een welbepaalde pH-waarde of een pH-gebied. Het buffergebied, met andere woorden. Oefeningen zullen dus van deze bufferformule gebruik maken. En een eerste opdrachtje zou kunnen zijn, bereken eens de zuurtegraad van een buffer. En die buffer bevat ammoniak, 0,20 molair of mol per liter, en ammoniumchloride, 0,30 mol per liter. Is dit een buffer? Ik denk het wel. Het zijn namelijk de stoffen uit ons voorbeeldje. Ammonium en ammoniak staan mooi naast elkaar in de tabel. Dit is dus al een buffer. Dat betekent dat je onmiddellijk met die bufferformule aan de slag kan. Bufferformule KZ, de zuurconstante. Van welk zuur? Van ammonium, het zure bestanddeel van onze buffer. Ammoniak staat dan bovenaan en de hydroniums ook. We moeten alleen maar invullen. Als je bij ammonium gaat kijken, NH4+, dan is de KZ die daarnaast staat 5,68, 10 tot de min 10. NH3, 0,20 mol per liter. Ammonium, 0,30 mol per liter. De chloride spelen andermaal niet mee. De enige onbekende blijkt de hydroniumwaarde te zijn,
We kunnen die uitrekenen. 8,52 10 tot de min 10. Neem je daar min de logaritme van, dan heb je de zuurtegraad van de buffer gevonden, 9,07. 9,07. De KZ was iets in de buurt van 10 tot de min 10, 10 tot de min 9, dan moet de zuurtegraad 9 à 10 waard zijn. Dus dat klopt wel degelijk. We zitten in het goede buffergebied. Dat is een eenvoudige oefening waarbij we gewoon maar de getallen moeten invullen. 2. Men wil een buffer maken met pH 5. Daar krijgen we de waarde voor de zuurtegraad. En men neemt daar twee stofjes voor, azijnzuur, CH3COOH, en zijn geconjugeerde base, acetaat, natriumacetaat, want je moet altijd een neutrale verbinding kopen. Vormen die twee stoffen dus een buffer? Ja, acetaat en azijnzuur staan mooi naast elkaar in de tabel. Ik wil weten in welke molverhouding moet ik die stoffen nu oplossen. Moet ik 10 keer meer mollen van de ene dan van de ander gebruiken? Is het 100 keer meer van de ander dan van de ene? Welke molverhouding heb ik nodig? Ik beschik al over een buffer, dus ik kan onmiddellijk aan de slag met de bufferformule. De base zal bovenaan terechtkomen, het zuur onderaan. KZ, de zuurconstante. Wie is het zuur? Dat is azijnzuur. Naast azijnzuur vinden we als waarde 1,75 10 tot de min 5. H3O+, dat moeten we ook kunnen invullen. Als de pH 5 is, dan zijn de hydroniums met 10 tot de min 5 mol per liter. Want min de logaritme van 10 tot de min 5 is weer 5. Ja, dus het omgekeerde van logaritme is 10 tot de macht. 10 tot de min 5 rechts, 10 tot de min 5 links. We schrappen dat, we vereenvoudigen. 1,75 is de verhouding van de hoeveelheid bazen ten opzichte van zuur. We maken dus een buffer met pH 5. Altijd als we 1,75 keer meer mollen bazen hebben dan mollen zuur. Of als de concentratie aan bazen 1,75 keer hoger is dan de concentratie aan zuur. Dat is hetzelfde. Dus neem jij 10 mol bazen en, ik ga het omgekeerd zeggen, neem je 10 mol zuur, dan heb je 17,5 mol bazen nodig. Neem je 10 vrachtwagens zuur, dan heb je 17,5 vrachtwagens bazen nodig om het samen te mengen en pH 5 uit te komen. Oefening 3. Oefening 3, daar brengt men 100 milliliter, we krijgen ook eens een volume, en een bepaalde concentratie aan azijnzuur, CH3COOH. En we mengen daarbij 20 milliliter, aan 0,20 mol per liter, natriumhydroxide, NaOH. Bereken de pH van deze buffer. Als ik goed nadenk, dan denk ik dat azijnzuur en natriumhydroxide niet naast elkaar in de tabel staan. En dus eigenlijk geen buffer vormen. Toch staat er, reken de pH van deze buffer. We kunnen dus niet onmiddellijk aan de slag met de bufferformule, want we hebben nog geen buffer. Maar ik zie wel dat we een azijnzuur, zwak zuur, hebben. En natriumhydroxide, een sterke base. Een base en een zuur. Wellicht kunnen die met elkaar een beetje reageren. Dus we laten ze reageren om een buffer te maken. We schrijven daarvoor een reactievergelijking. En we gaan een tabelletje gebruiken om te rekenen. Azijnzuur. Natriumhydroxide. Ik schrijf alleen de OH-minnen op. Wie heel graag de natriums daarvoor laat staan, die mag dat doen. Azijnzuur staat een proton af aan hydroxide. H2O is het resultaat, een proton bij OH-min. En dan is azijnzuur 1 proton kwijt. CH3COO-min, acetaat. Wie hier de natriums heeft geschreven, die schrijft dus daar ook de natriums bij. Dat mag, maar dat hoeft niet.
Dat is 1 zuur. We gaan daar een tabelletje onder schrijven. Daarvoor moeten we weten hoeveel azijnzuur er precies is. En we krijgen een volume en een concentratie. We kunnen daarmee het aantal mol uitrekenen. N is C maal V. Concentratie, omrekenen naar liter, 0,010 mol. Ook voor natriumhydroxide kunnen we dat. 0,20 mol per liter, 0,020 liter, 0,004 mol. En de rechterstoffen hebben we niet. Bij water ga ik trouwens toch nooit iets schrijven. Water is er in voldoende hoeveelheid en water beïnvloedt de pH toch niet. Goed, meer zuur dan ohamin. Sterke base ohamin. Alles aan ohamin dat we hebben zal dus moeten verdwijnen. Alle 0,004 zijn weg. Vandaar dat we ook een enkele pijl schrijven. Sterke stoffen reageren aan 100%. Dan verdwijnen er ook zoveel azijnzuurtjes en dan vormen we aan de andere kant ook zoveel acetaten. Azijnzuur en acetaat, twee stoffen, ze staan mooi naast elkaar in de tabel. Nu hebben we een buffer gemaakt. Door het feit dat we van de azijnzuurtjes niet alles opgebruikt hebben en er nog wat overschiet, ook acetaat gemaakt, wel een buffer, zwakzuur en zijn geconjugeerde bazen. Eens we dat hebben, dan kunnen we beginnen aan de berekening van de pH. Bufferformule zegt, we hebben een KZ nodig. Een KZ van wie? Ah, het zuur uit onze buffer is azijnzuur. Zijn KZ zoeken we in de tabel op. Hoeveel bazen hebben we nu? Dit is de base, 0,004 mol. Hoeveel zuur hebben we? 0,006 mol. H3O+ is de enige onbekende. We kunnen die uitrekenen. Het volstaat om min de logaritme te doen en de zuurtegraad is gevonden, 4,58. Je zult je misschien afvragen, dit is concentratiebase. Moeten we die mollen niet delen door het volume waarin ze zwemmen? Ja. Die 0,004 mol zwemt rond in een volume van 100 plus 20, 120 milliliter als we alles hebben samengevoegd. Want pas als je het samenvoegt, begint de reactie te lopen. Maar die 0,006 mol, die zwemmen ook rond in diezelfde 120 milliliter. Dus je mag die volumes gerust opschrijven, maar je kan ze achteraf toch altijd vereenvoudigen. Voor een buffer is dat altijd zo. Oefening 4 en oefening 5 laat ik voor jullie.